Goedemorgen en welkom bij een nieuwe vlog. Het is dinsdagochtend en we zijn net wakker. Ik ga me aankleden en ik ga naar Knap laser doen voor mijn gezicht. Ik zit in de auto en het is eindelijk gestopt met regenen. Echt zo chill. Ik was naar Knap gegaan vanochtend voor mijn laser. Ik begin echt het verschil te merken, want ik ben nu 5 keer geweest. Hé, daar komt de Sushi Samba. Met laser. Wel een slechte locatie. Anywho. Ik begin echt het verschil te merken. Maar het echt mooi aan het worden is van die laser. Echt top. Mijn poriën worden kleiner. En al geheel is het gewoon echt beter. Oh, moet hier links voor George of hier. Wij zitten in de auto, navigeren. En je moet hier naar links, letterlijk. Hier? Ja. Ja. Net op tijd. Ik ga nu heel snel naar Claire. Claire is vandaag teruggekomen uit LA. En die heeft echt heel lief een pakketje voor mij meegenomen. Dus die ga ik even bij haar oppikken snel. En dan gaan we eventjes heel Nederland doortoeren om te shooten. We gaan 2 projecten shooten. Allebei zomerprojecten. En het is 9 graden buiten. Dus ik heb deze jas en deze broek even meegenomen om overal... zeg maar tussendoor over aan te doen. We gaan bij Soesterduin schieten en bij de Bollevelden. Ik had trouwens een keer een foto geüpload op mijn Instagram. Mijn Instagram is @queenofjetlags. Bij de Bollevelden. En ik had zoveel vragen gekregen waar dat was. En dat was bij de Tulperij in Voorhout. En nu wil ik eigenlijk even door Lisse rijden. Kijken of ik daar nog iets leuks zie. En aan het einde gaan we naar rechts. En ik zal het zo even filmen. Oh my god, ik kom nu net thuis van de hele dag shooten en het is 6 uur. Ik ben net omgekleed, ik ben echt net 1 seconde thuis. Alles zit onder zand. We gingen naar Soesterduin, echt een super mooie locatie, om een festivalproject te schieten. En daar moest ik echt een aantal looks schieten, echt een heel lookbook eigenlijk. Het was zo koud. Ik heb het echt nog nooit zo koud gehad op werk en ik hou echt niet van zeuren. Ik bedoel niet zeuren, het is gewoon echt een feit. Maar goed, foto's van mooi zo. Heb ik niet al geüpload deze vlog online. Ja, dan zal ik die hier even zien. Of anders moet je even naar mijn Instagram gaan. Maar goed, ik heb in ieder geval... dit hadden we allemaal bij ons. Al deze zakken met spullen voor het shooten. Dus ik ga even alles uitzoeken en dan het deel naar kantoor brengen. Dat teruggestuurd moet worden van samples. En dan ga ik lekker koken. Oké, koken was toch maar pizza bestellen geworden. Want ik was zo moe. En ik heb net Olivia naar bed gebracht. En nu ga ik verder. Ik moet alles nu gaan editen. En dat doe ik meestal in Lightroom. Hoorden jullie dit? Olivia ligt al 1/2 uur in bed. Jullie hoorden toch ook heel hard ja? Zou ze dan nog wakker zijn en gewoon in haar bedje zitten? Het is echt bizar. Ik ben in ieder geval wel in mijn bed gaan zitten. Sander is beneden met een collegaatje en een vriend van hem. Ook een beetje aan het werk. Dus ik ga nu alle foto's bekijken. Dus ik hoop dat er goeie tussen zitten. Want het licht was zo fel vandaag dat we het niet zo goed konden zien. Ik lig lekker in bed. Kom je ook naar bed? Nee. Ik ga in ieder geval slapen, Sander. Want ik ben super moe. Right, ik kom nu naar bed. Jij gaat slapen. Ja, ik was wel lang aan het wachten op jou. Maar we kunnen toch ergens over praten? Of hoe ik ga slapen. Hè? Tot morgen. Hey guys, good morning. Het is vandaag woensdag. Vanavond is het Koningsnacht. En morgen is het Koningsdag. Ik vind het gewoon nog steeds raar dat het niet meer Koninginnedag is. Ik ben echt een old fuck. Maar zijn er meer mensen die dat hebben, die dit kijken? En Olivia is naar de crash. Sander heeft vandaag Olivia naar de crash gebracht. En ik ben even het opmaken. Ik heb vandaag best wel een chille dag. Ik heb 2 afspraken. Dus dat is altijd wel fijn. En ik gebruik trouwens een Naked palette nog steeds, deze. Hoe heet het palette trouwens? Daar heb ik wat vragen over gekregen. Smoky Eye palette.
Ik heb twee afspraken en dat zit. Dan ga ik lekker eten met Bibi en Sander en Olivia. En Sander heeft vanavond een feestje in de Amsterdam Toren. Dus daar ga ik ook naartoe. En ja, Bibi en Olivia blijven thuis. En morgen is het Koningsdag en het gaat regenen, dus ik denk. Er is dus een nieuwe serie, ik heb hem nog niet gezien. Maar ik ben zo excited om te kijken. Van op Netflix over de eigenaresse van Nasty Gal. Sophia Amoruso heet zij volgens mij. Over hoe ze dat bedrijf gestart is en zo. Dat heet Girlboss. Dus daar heb ik echt heel veel zin in. Dus ik wil eigenlijk morgen als het regent gewoon lekker allemaal snacks halen. En de hele dag thuis op de bank met Bibi en Olivia Netflix kijken. So we will see. En ons eten is op in huis. Ik heb echt maar één boterham op. En dat is echt te weinig als ontbijt. Ik denk dat ik zo bij mijn eerste afspraak maar even wat ga eten. En ik heb mijn lievelingstop aan. Deze. En een nieuwe vintage Levi's. Deze top is van My3sta. Had ik al een keer gezegd. Ik zal link hieronder posten. Het merk heet Dodo Baror. En deze. Nou, ik kan niet echt zien. Vintage Levi. Maar ik vind deze top dus zo mooi. Ik ga zo een foto posten waar ik die aan heb. Ja. That's it. Ik ga eventjes voor de rest mijn make-up doen. En zo goed zakken. Ik ben in de stad. Amsterdam is zo mooi. Zelfs als het regent. Zoals vandaag. Hey jongens, we zijn er vanaf. Ik ging net Olivia halen op de crash. En toen kwam ik op de crash aan en toen was Sander er al. Super gezellig. Maar we hadden toch helemaal niet afgesproken om dat jij ook zou komen? Was je gewoon gegaan? Ja, ik dacht leuk. Leuk. Er kwam een vrouw naar me toe die zei... ja, jullie... had jij vandaag brengen en halen? Weet je wel, en ik zo, ja, nee, niet specifiek. Net of dat een dienst is bij ons. Ja, ja, en we brengen een ophaaldienst. Ik zei, maar, wij wonen 2 minuten van de quest, dus het is ook een kleine moeite. Ik was aan het werk en ik dacht, ik ga even naar mijn kindje. En toen zei ze dus, ja, want jullie halen ook je kindje heel vaak met z'n allen op, hè? Ja. Hoe zit dat dan? En toen zei ik, ja, leuk. Ja, weet ik niet. Wij denken dat dat leuk is, weet je wel. En wat zei ze toen? Nee, ze was super vriendelijk. Nee, mega vriendelijk. Ja, wij hebben heel vaak dan wel iedereen mee. Olivia, Monica gaat ook wel eens mee. Of andere vriendinnen. Sanne, jij. Wij gaan echt heel vaak met meerdere mensen Olivia halen op de crash. Maar ja, het is alleen maar gezellig toch als er een hele groep komt. Nou ja, ik zei ook, ja, het is wel een beetje luxe. Maar we wonen gewoon toevallig echt heel dichtbij. Dus bij de crash, niet zoveel georganiseerd. Ja. En hier is de persoon in kwestie waar het over gaat allemaal. Hé, hey Olivia. Voel jij regendrippels op je hoofd? Ja? Tot wanneer zitten baby's eigenlijk in deze kar? 2? Nou, ik ben er net een jaartje of 4 uit. Dus... Uit je kinderwagenkar? Hey, nee, Olivia. Ik weet niet, een jaartje of 2,5, 3, ja? Hangt een beetje vanaf. Op een gegeven moment voor lange stukken en zo dan... vieze regen zeg. Ja. Ga rennen. Ik ben live op Instagram. Ik heb dus net Insta live gedaan. En dat was heel leuk. Heel gezellig. En toen hebben we sushi besteld. Met Sander en Bibi. Olivia slaapt. En sushi was heel lekker, jongens. Ja. Olivia is heel stout vandaag. En we weten niet waarom. Wat denken jullie? Waarom denken jullie dat Olivia stout is? Niet stout. Stout is niet het goede woord. Olivia slecht heeft geslapen. Omdat ze echt heeft geslapen op de crash misschien. Ze moest zoveel huilen. Wat is het voor nummer? Is dat van jou? Dus Olivia moest echt heel veel huilen. Ze hebben haar ook letterlijk bijna een uur eerder naar bed gebracht dan normaal. Ons was aan het huilen. En nu gaan we... Ik kan echt niet normaal vloggen met jullie, jongens. Grappig hoor. Nu gaan we opruimen en snoep eten. Ik heb allemaal lekker snoep gehaald. Ik heb dit gehaald. Dit is Bibi's lievelings. Nee, ik wil laten zien. Dit heb ik voor jou gehaald. Wat? Dit is zo lekker, jongens. Wat is dat? Oh, drop. Ja. Fruitduo, zuur en drop. Mijn twee favoriete dingen. En ik heb chocolate chip cookies gehaald. Waar iemand? Sander Kleineberg. Sander Kleineberg. Heeft het al gegeten. En Olly heeft dit. Babykoekjes. Die zijn ook bijna op.
trouwens. Het is de Love Lover. Het is nu 9 uur bijna. En om 10 uur gaan Sander en ik naar het feest dat hij organiseert voor Koningsnacht. Dus ik ben benieuwd. Er komen wat vriendinnen van mij, maar ook heel veel niet. Want heel veel zijn in het buitenland. Dat is wel jammer. En ik ga denk ik het pak van Alex aantrekken. Dat panterprintpak. Ik zal het straks maar even laten zien. Ik ga straks ook nepwimpers plakken en even goed make-up op doen. Ik heb dit trouwens net in mijn live verteld. Dus ik heb het gevoel dat dit erop zit. Ja. En thee drinken. En heel veel bed liggen, want het is zo koud. Echt, wanneer wordt het zomer? Vroeger waren er dus momenten dat je uitging. En dat je dan echt heel erg van tevoren je klaar ging maken. En ik heb dus nu nog steeds dezelfde kleren als vanochtend aan. En we gaan over een kwartier weg. Zo lui. Ja, echt niet normaal zo lui. Ben je aan het kijken, Sandertje? Ben je mijn vlog aan het kijken? Jullie zijn zo wild, ik word gek van jullie. Heb je lekker een knuffel achter je staan? Afblijven, mijn knuffel. Wat doen jullie? Wat is dit? Leuk. Schattig. Oké, ik ga eruit. Bibi. Zo grappig. Bibi is niet aan het filmen. Ik ga inzoomen op je hoofd. Wow. Zo mooi, hè? Deze mensen leef ik. Dit is echt het moment dat ik mijn bed uit ga. Nee, let me go! Auw, ik wil uit bed. Baby, leave me alone. Zo zien de ouders eruit vanavond, heb ik. Wat heb jij aan, papa? Wat heb jij aan? Laat maar even zien wat je aan hebt. Zeg nou. Sander. Zeg nou. Zeg nou. Kom op. Sander. Oké, ik heb me omgekleed. Alleen, ik vind deze lipstick echt lelijk. Ik heb dit aan. Vintage Levi broek. Die vintage Chanel riem. Chanel tas. En glittertop. En ik heb mijn haar zo gedaan. Deze lipstick staat me echt lelijk. Ik zie nu in de vlogcamera. I should probably. Ik zal even een ander opdoen. Ja, en dan gaan we snel. Oké, ik kom thuis zonder jas. De jas zit nog in de club. En mijn vriend is ook nog in de club. Maar het is 3 uur en Olivia wordt denk ik om 6 uur wakker. Dus ik dacht, weet je wat, ik ga naar huis. En ik hoor mijn eigen stem gewoon niet meer, omdat de piep in mijn oren zo verschrikkelijk hard is. Maar ik ga nu zachtjes doen, want Olivia en Bibi slapen hier. Dus tot morgenochtend. Goedemorgen van een heel moe persoon. Het is vandaag Koningsdag en ik had in principe 2,5 uur geslapen. En lekker, Bibi. Wat lief dat je ook iets voor Olivia hebt meegenomen. 2,5 uur geslapen. En toen heb ik net nog even een ditje gedaan met Olivia's ochtendslaapje. Dus nu ben ik wel weer oké, met koffietje op. En ik ben gezellig op de bank met Biebs. En Olivia heeft er ook een speelparadijs voor gebouwd, dat hij lekker kan spelen. Het is voor jou, Moppie. En we gaan lekker op de grote tv-girl als kijken. Dus,
It's a good day. Gisteren was heel gezellig. Ik heb wel een beetje gefilmd, geloof ik. Ik heb echt pijn aan mijn oren alleen nog van het harde geluid. De boksen daar stonden zo hard. Het is trouwens niet meer echt ochtend. Nee, niet meer echt ochtend, maar wel een beetje. We zitten wel nog in onze pyjama's. Dus ja, we gaan om 4 uur gezellig naar Rebecca en Joke eventjes of 5 uur zoiets. Even gezellig een drankje doen. Dus ik zal jullie straks meenemen als we de deur uitgaan. Nu gaan we lekker Girlboss kijken. Ik ben zo benieuwd. Ik heb mezelf even gefascineerd. Wat vond je van Girlboss, Bibi? Leuk. Heel leuk. Leuk, hè? We zitten er wel in. Ja. Hoeveel episodes hebben we gekeken? Een stuk of 5? 4, 5. Ja. Misschien dat we vanavond weer verder gaan. Sander is er thuis gekomen. Ben jij dronken? Nee. Absoluut niet. Nee. Oké. Okay. Je hebt wel je zonnebril op in huis, hè? Dat weet je. Oké. En Olivia doet er middagslaapje. En ik wil eigenlijk laten zien wat ik aan heb. Ik heb ben iets boeiends aan, maar iets comfies. Maar it's this time again. Dus ik ga wel even beneden laten zien. Zaterdag opruimen. Ja. Dit is wat ik aan heb. Ik heb die Justin Bieber trui van H&M aan. Die heb ik van de mannen H&M. Die heb ik in een L. Ik heb mijn Chanel tas om, die ik bijna nooit meer om heb. Maar vannacht wel en nu ook weer. En ik heb een broek aan. Dat is onderdeel van een pak van Alex Label. Superleuk merk. En gewoon mijn Superga's die ik zo vaak draag. Ik zal even kijken of ze deze broek nog hebben. En deze trui. En dan zal ik dat linken. Joek en Oli zijn lekker aan het spelen. Goeie achtergrond gesprek. 20%. Nou ja, dat kan je gewoon 3 maanden aan naar je. Jij bent zeg maar net zo. Kay heeft in het circus gezeten vroeger. Ik was steeds gênanter, maar het was echt heel. Als clown. Wij komen weer thuis. We zijn gezellig bij Rebecca en Joekje geweest. En dat was super gezellig. Toch, Wiep Joekje is zo lief, hè? Schattig. Echt een snoepie. Dus dat was heel leuk, maar het is nu bijna bedtijd voor Olivia en die moet even eten. Dus ik ga even eten voor haar maken. En dan haar lekker naar bed brengen. En dan gaan we lekker op de bank liggen. Oh, jongens, jongens, jongens. En Sander Kleinberg is dronken. Ik ga alleen naar diep op ons zitten. Hi San. Bibi en ik zijn lekker aan het chillen. En Sander slaapt erachter, zoals jullie zien. We hebben even eten besteld. En Bibi was even aan het vertellen over haar musical. Want die doet natuurlijk de groep 8 musical dit jaar. Dat ze volgend jaar naar de middelbare gaat. En die gaat mij nu laten zien waar haar musical over gaat. Maar zij laat mij dus zien, echt super handig, dat er een website is. Dat heet rap-en-roer.nl. En daar kan je als leraar zeg maar een musical kopen met Spotify en Soundcloud liedjes en app. Is het ook een app? Is dat niet? Volgens mij niet. Denk je niet. En waar alles dan op staat. Vind ik echt leuk dat mensen dat hebben opgericht. Echt. Het is natuurlijk steeds moeilijker om werk te vinden als je bijvoorbeeld theateracteur bent van de theateracademie komt. En vind ik wel leuk dat mensen dan online zulke dingen opzetten. Dit soort ondernemingen. Ik ben wel moe trouwens nu hoor. Ik ben echt zo moe. Het is 8:30 pas. Maar ik ga denken, laat eten lekker naar bed. Ik kan, het is echt duur. €150 kost zo'n pakket. Oké, laat eens zien. Waar gaat de musical over? Het gaat zeg maar over een bioscoop. Ja. En dat is een hele oude vervallen bioscoop. Ja. En dan gaan ze zeg maar een manier bedenken hoe ze dan zeg maar die bioscoop weer nieuw kunnen maken en zo. En dan gaan ze een filmfestival houden. En dan komen er allemaal kende acteurs. Ah, leuk. Ik heb er nu al zin in. Ja. Leuk. Ik heb er ook heel veel zin in. Leuk. Bibi en ik zitten lekker gezellig in bed. En Sander hebben we een paar keer gevraagd of hij ook naar boven wilde komen, maar wil niet. Hij wil niet. Hij wil beneden op de bank blijven slapen. Hij is zo moe. Dat hij gewoon in slaap. Hij wil geen eten. Nee. Wat eten besteld? Zij wil je eten? Wat heb je besteld? Dus ik zei het, nee, dat wil ik niet. Maar hij weet dit allemaal morgen niet meer hoor. Nee. Als we dit vertellen. Ik ga hem even vragen over die pech op de boot. Ja, we hoorden net dat hij pech had gehad op de boot, dat je ons ook niet verteld. We weten helemaal niks van de beste man. Nee, hij wilde niks zeggen, helemaal niks. Nee, maar goed.
Ja, we gaan dus verder met Girlboss kijken en daar lekker slapen. Dus ik zie jullie morgenochtend. Good morning, het is vandaag vrijdag en ik heb Olivia naar de crèche gebracht. En ik bedacht me, ik wilde allemaal dingen nog vertellen en laten zien in deze vlog. Alleen het is al vrijdag en het is beter om nu een nieuwe vlog te beginnen. Dus ik ga de vlog afsluiten. Als je nog niet gesubscribed bent, doe dat dan hieronder. En dat zou ik super leuk vinden. En dan zie ik jullie woensdag weer. Bedankt voor het kijken.